Welkom, waarde kinderen van het internet. Mijn naam is Kaar en dit is geen preek, want het nieuws dat ik u nu te vertellen heb, is geen preek waard. Deze ochtend kreeg ik het bericht dat een video van 2 jaar geleden verwijderd is als gevolg van een auteursrechtenschending. Het gaat om de preek over de Vlaamse Jeugdraad. Gelukkig vond ik de video terug. Mijn inziens werd het auteursrecht niet geschonden, want zoals elke preek was dit transformatief. Werk. YouTube zou YouTube niet zijn, moesten ze ons de kans gegeven hebben om dit te verijdelen. Wij zijn schuldig tot het tegendeel bewezen is. Zo dus is de video verwijderd en heeft het vettig kwartiertje een copyright strike gekregen. Gelukkig gaf YouTube iets meer informatie over de vermeende schending. Het gaat hier om 3 seconden beeld dat eventueel zou kunnen gezien worden als intellectueel eigendom van de Vlaamse Jeugdraad. Maar het beeld is nog steeds publiek beschikbaar en ik had de kleur veranderd. De jeugdraad houdt momenteel hun verkiezingen en ik vermoed dat ze niet wouden dat een zoekopdracht Vlaamse jeugdraad op YouTube iemand naar een video van het vettig kwartiertje zou leiden. De jeugd mag kennelijk enkel weten wat de raad beslist dat ze mogen weten. Het kwartiertje heeft dus een gele kaart gekregen, nog 2 en het kanaal zal verwijderd worden. Als we blijft de video verwijderd en zal de strike binnen 90 dagen verdwijnen. Tenminste als we naar de auteursrechtenschool gaan. Anderzijds kunnen we verweer indienen tegen de aanklager, maar dan start er een juridische procedure en dan hebben ze mijn naam, adres en bloedgroep nodig. Dat geef ik liever niet aan de Vlaamse Jeugdraad. En al zeker niet aan de hoegenaamde Niele. Een korte zoekopdracht leert ons dat hij een publiek persoon is. Hij is vrijwilliger bij de jeugdraad, kandidaat jeugdadviseur en tevens een collega YouTuber. Misschien is hij een tikkeltje jaloers op ons matig succes. Maar wie zal het zeggen? Zijn cijfers zijn verborgen. En waarom heeft deze bejaarde puber de macht om een video van ons kanaal te verwijderen? Enkel grote YouTubers krijgen die magische knop. Dan moet het zijn dat hij deel is van iets groter. En de Vlaamse jeugdraad, u gebracht door de Vlaamse regering, is groter dan hij of ik. Dit is niets anders dan een aanval van een historische revisionist die het verleden wil uitwissen. Maar het zal u niet lukken. Ik censureer de 3 seconden beeld en ik smijt de video terug online. Samen met deze video zullen er 2 resultaten verschijnen van het vettig kwartiertje. En aan de luisteraars, je kunt ook zelf op de jeugdraad stemmen, tenminste als je nog geen 30 bent. Ik ga u niet zeggen op wie dat je moet stemmen, maar misschien weet je al op wie dat je niet moet stemmen. Ik ben Niele, al 7 jaar actief voor de Vlaamse Jeugdraad, dat ik opkomen voor het welzijn, de strijdpunten en de bekommernissen van jongeren en het jeugdwerk. Ik kan hiervoor op me rekenen. Kus mijn kloten.